Hey guys, in deze video ontdek je de eerste, of krijg je toegang tot de eerste opnames van een masterclass uit de Super Tribe serie. Ik heb een, um, een uh, driedaagse masterclass gegeven, heet Super Tribe, met drie onderdelen. En vandaag vind je dus het eerste onderdeel. En, uh, en dat is hoe trek je, moet ik even spieken, oh, nee, hoe bouw je een team op wat fantastisch voor je werkt. Zodat jij veel meer kunt doen wat je tof vindt om te doen. En dat je veel harder kunt groeien. En uh, vind je het leuk? Ja. ja? Hallo. Hello. Hallo. Dus uh, hoe bouw je een team op die, uh, dat voor je werkt en dat je leven makkelijker maakt en relaxter maakt? En dit is nu ook een onderdeel van mijn team. Dus mijn secretaresse vandaag. Die, uh, die me helpt met, uh, met. Waar help je me eigenlijk mee? Uh, met dingen pakken. Met dingen pakken. Wat heb je al gepakt dan? Je telefoon. Alleen oh, nog maar mijn telefoon. Het <laughs> kan wel uh, next level hoor, Dani. Wat dan? Ik weet niet. We gaan zo meteen over het vergaderen over hoe jij nog een betere secretares kunt worden. Maar um, dus hoe je een team kunt opbouwen wat helemaal bij je past en, uh, en wat helemaal goed is. Dus ik zou zeggen, enjoy. dus de eerste masterclass uit deze reeks van de Super Tribe. De volgende vind je ook op mijn, uh, mijn YouTube kanaal en op mijn podcast. En als je toegang wilt hebben tot de groep waar ik deze masterclass geef, winst.nl/groep kun je toegang krijgen. Op dit moment nog. Ik weet niet wat de toekomst uh, gaat bieden, maar uh, ja, kun je kunnen nog toegang krijgen tot die besloten groep. Waar, uh, waar heel veel vette dingen worden gepublished. Oké, okay dan. Enjoy. Dus welkom bij de Super Tribe, de Masterclass. Dit is Masterclass nummertje 1. En waar we het over gaan hebben vandaag in deze Masterclass. Is hoe bouw je een team op um, om je heen. Dat je leven makkelijker maakt en je business winstgevender. Als je kijkt naar business, uh, en dat vind ik het, weet je, we hebben de Nederlandse taal en de Engelse taal. Als je kijkt naar business, een mooie uh, term voor ondernemer is ook wel werkgever. Je, in, het, in het Engels heb je niet de term work giver, maar in het Nederlands heb je de woord, het woord werkgever. Dat is eigenlijk een ander, ander, andere naam, een ander woord uh, voor uh, ondernemer. En dan heb je het woord werknemer. Weet je, in het Engels heb je ook niet worktaker. Dat zijn geen, je hebt employer en employee. Um, maar in het Nederlands heb je dus werkgever en werknemer. Nou, als je kijkt naar uh, heel veel ondernemers, en met name de kleinere ondernemers, en ik ben ook een kleinere ondernemer, ik heb ook niet een huge business. Weet je, ik heb geen 6000 man aan het werk. Ik doe geen 6 miljard per jaar, wat dan ook. Ik heb, ik heb een kleine business. Een klein bedrijf heb ik. Uh, en ik heb een x aantal mensen, heb ik voor mij in mijn huidige bedrijf in de bedrijven waar ik in uh, participeer en investeer. Weet je, dat sommigen hebben wat meer mensen en dat soort dingen. Maar als je kijkt naar de kleinere ondernemers en met name ook de ondernemers die bijvoorbeeld um, uh, freelance zijn, of bijvoorbeeld online programma's verkopen, of coaches zijn, of uitvoerend werk doen. Als je kijkt naar hun organogram, je, je kent wel zo'n organogram waar je zeg maar, kunt inrichten. Oké, okay, dat is een CEO, en admin, en support en marketing en sales en alles, en zeg maar, uh, content en creative en al die dingen. Zeg maar, als je kijkt naar de kleinere ondernemer, hoe, die, hoe dat organogram eruit ziet, is dit een beetje hoe het eruit ziet. Dus ongeveer alles doen we zelf, en we voelen ook dat we alles zelf moeten gaan doen. En dit als je business er zo uitziet, als je organization chart er zo uitziet. Hoe kun je dan ooit echt vrij zijn van je onderneming? Wij zijn onze business gestart met één reden. En dat is om vrijheid. Wij willen vrijheid. Maar hoe kun je vrijheid hebben als, als de hele business, alles of bijna alles van jou afhankelijk is? Dus, dit is niet een goeie. Wat je moet willen, ik zei net, je bent een werkgever, je geeft werk. Dus organization chart, jij zit bovenin. En als je het goed wil doen, als je veel vrijheid wil hebben, dan geef je al het overtollige werk. wat iemand anders ook kan doen, geef je aan andere mensen. Anders ben je niet die werkgever, maar dan ben je die werknemer. En um, dus wil je vrijheid in je business, maar ook wil je je business naar een compleet ander level schalen. Weet je, misschien doe je 50, 60, 70, 80, 90.000, 100.000 euro per jaar. En misschien wil je naar een compleet ander level denk je, ja, ik voel gewoon dat er nu, als ik met deze 50, 60, 70, 80, 90.000, 100.000, ik werk heel hard. Ik werk 40, 50, 60, 70 uur per week om prima geld te verdienen. Maar ik heb geen vrijheid en ik zit wel op de max ongeveer qua inkomen. Als je naar een compleet ander level wil gaan zul je meer die werkgever moeten gaan worden. En zul je moeten gaan kijken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen om mij heen. dat die werk bij mij weg gaan nemen. Zodat ik meer vrijheid heb. Meer ruimte heb. Dat ik weer creatiever kan zijn. Dat ik weer kan nadenken over de business. Dat ik niet de hele tijd in de business zit. Maar dat ik aan de business kan werken. Dat ik niet die bouwvakker ben die alles aan het fixen is. Maar veel meer die architect die aan de business werkt. En keuzes maakt en strategie gaat bepalen en creatief is. En dat is wanneer je de transitie kunt maken naar van, van, een, van een ton naar twee ton, drie ton, vijf ton, miljoen... miljoenen. In principe, als je goed bent in het vinden van hele goede mensen om je heen, dan is de, de, de sky the limit. Een van mijn rolmodellen is natuurlijk Richard Branson. Die man die heeft iets van 500 bedrijven, ik geloof dat hij 70.000 of 80.000 man aan het werk heeft en ik heb best wel veel tijd met hem mogen spenderen. En dan kijk je, weet je, je bent hem aan het analyseren van oké. Okay, wat doet hij nou precies? Wat maakt hem nou echt uniek? Wat zorgt ervoor dat hij zo knetter succesvol is? Niet miljonair succesvol, maar miljardair succesvol. Niet leuke lifestyle en leuke dingen doen succesvol, maar een fantastisch leven succesvol. Niet oh af en toe geef ik iets terug aan charity, maar gewoon echt miljarden doneren zeg maar. Niet Um, allemaal mensen en strikt. Nee, gewoon echt maximale lifestyle ook voor je klanten. Weet je, hoe kan dat? Niet, oh, ik zie mijn kinderen nooit maar. Hé, hey, heel veel tijd met mijn kinderen, met mijn gezin, met mijn vrienden. Hoe doe je dat? Ik heb, hem, ik heb echt kijk, lopen kijken. Maar wat is het nou echt, zeg maar? Wat is het nou echt? En als je bij hem kijkt, om hem even als voorbeeld te noemen, hij is natuurlijk een van de grootste ondernemers in de wereld, is het heel simpel. Hij is staat om hele goede mensen om zich heen te verzamelen. En dat is het. En hij doet voor de rest, doet hij eigenlijk helemaal niks. Hij zegt, als je van miljonair miljardair wil worden, dan moet je bereid zijn om nooit meer te werken. En wat hij daarmee bedoelt, is dat je bereid moet zijn om nooit meer eigenlijk werkzaamheden te verrichten. Maar eigenlijk alleen maar te praten en te brainstormen en dat andere mensen vervolgens al die dingen voor je gaan doen ik was met hem aan het lunchen in uh, ik was in Zuid-Afrika bij hem en ik was met hem aan het lunchen en ik vroeg aan hem want dit is een ding wat dit wist ik gewoon niet ik wist gewoon niet ik had dit nog niet um, dit gedeelte van hem had ik nog niet ontdekt ik vroeg aan hem <laughs> hoe ga je om met financiën zeg maar wat, hoe ben je met numbers want je, je hoort hem nooit over numbers er was een, dus een interview van hem Um, waarin, hij, waarin ze hem vragen: wat is het verschil tussen netto en bruto? En dat hij gewoon letterlijk gewoon niet weet: van ja, netto, bruto, er was iets met een net. En dat, dat was dan zijn ezelsbrugje net, want kwam de, als de vis er doorheen gaat en de vis die dan blijft, dat is dan zeg maar netto. Zeg maar. En, maar hij zei het ook helemaal verkeerd. En... Dus ik vroeg naar hem: hoe, hoe zit het bij jou met numbers? Ben je, hoeveel ben je met geld bezig, met numbers, met, met dat soort dingen? En hij zei: Wat ik doe, of wat ik deed, zei hij. Wat ik deed, hij zei nu is dat allemaal uitbesteed. Dus ik ben daar niet eens mee bezig. Maar wat ik deed, ik... Ik heb gewoon een, een briefje. En dan doe ik, uh, doe ik zo. En dan zeg ik... Uh, uh, zo, dit schrijf ik op. Ik zal het zo meteen laten zien. En dan... Uh, zo, ik laat het zo zien hoor. En dan... En dan, dan zet ik gewoon een briefje en dan doe ik zo'n zo 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 streep. En dit zijn zeg maar de, de kosten. En dit zijn de opbrengsten. Dus dit is hoe ik het vroeger altijd deed. Dus dan schreef ik dat ze op en dan had ik een beetje een idee van de kosten. En van de opbrengsten. Nu doen al mijn CEO's van mijn bedrijven dat. Dus ik, ik, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik sprak een andere miljardair. Uh, ook in Zuid-Afrika. Hele bijzondere man. Die was al 30 jaar. Was hij al niet meer met zijn numbers bezig. Dus 30 jaar geleden heeft hij de transitie gemaakt van zijn business gehoortoestellen... te stellen. Naast een purpose, gehoord te stellen uh, doneren aan mensen in achtergestelde uh, gebieden in de wereld. En uh, hij zei: ik ben al 30 jaar niet meer. Ik heb al dertig jaar niet op mijn bankrekening gekeken. Nou, ik zeg niet dat je niet op je bankrekening moet kijken. Of ik zeg niet dat je niet je nummers moet begrijpen. Maar dan heb je een beetje een beeld van: oké, okay, echt mensen die op level zitten, die weten misschien niet al die kleine dingen in business, maar. Die vertrouwen. Hele goede mensen om zich heen, dat zij wel bezig zijn met al die details. Ander voorbeeld en dan ga ik door hoor. Maar ik was met Richard Branson aan het tennissen. We zijn aan het tennissen en op een gegeven moment van zijn tennisracket is dat, zeg maar, dat, 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 dat uh, rubber, zeg maar, wat, wat op het racket zelf zit, wat je beet houdt, dat liet los. En, um, en dat moest even gefixt worden. Want zijn, zijn racket, of mijn racket weet ik niet meer, maar het racket voor mij die van hem, dat liet los. Dus hij moest tape hebben. Om dat vast te tapen. Dus hij gaat naar zijn tenniscoach toe en hij zegt: Hey, we hebben hier tape voor nodig. En die, die tenniscoach pakt het tasje wat bij, de, bij het net ligt, waar een soort van eerste hulpvoorwerpen in zitten. En er zat geen tape. En Branson die raakt een beetje geïrriteerd. En hij zegt: Ja, hoe kan het nou? Weet je, dit kan toch niet? Want zo. En hij zei letterlijk: um, Hij zei, hier moet een systeem voor komen, hier moet een proces voor komen. En um, dus hij, tuurlijk raakte hij een beetje geagiteerd van, hé hey, shit, weet je, dit, dit, dit is niet goed, want als wij de Necro hier doen en dit is nodig, hebben we een probleem. En um, dus hij, maar hij gaat niet zelf die tape regelen. Hij zegt tegen Mike, tegen zijn tenniscoach, oké, okay, we moeten hier een systeem voor hebben. Mike zegt, Roger, dat gaan we regelen en het wordt geregeld. Alle mensen bij hem in zijn omgeving mogen allemaal fouten maken, uh, maar. Ze zijn allemaal op level en ze maken niet heel veel fouten. En als ze een fout maken, dan maken ze hem één keer en daarna leren ze ervan en dan wordt er een systeem van gemaakt. Maar ik ga vandaag niet al te diep in op, um, op systemen uh, of processen of dat soort dingen. Ik ga het iets meer hebben over mensen. En als we het hebben over mensen, jij bent de meest belangrijke persoon in je onderneming. Dus jij in business bent de meest belangrijke persoon in je onderneming. Er is niemand belangrijker in jouw business dan jij. Weet je, als het niet goed gaat met jou, dan gaat het waarschijnlijk ook niet goed met de onderneming. Dus waar we voor moeten zorgen is dat het goed gaat met ons. Het is heel belangrijk voor onze business dat het goed gaat met ons. Dat je lekker in je vel zit, dat je gelukkig bent, dat je niet al te veel stress hebt, dat je niet de hele tijd vol zit, dat je niet de hele tijd getakt bent, zeg maar qua werkzaamheden. Dat je doet wat je leuk vindt. Dat je doet waar je goed in bent. Het is belangrijk voor jou en het is belangrijk voor mij en voor onze business. Dat het goed gaat met onze onderneming. Sorry. Dat het goed gaat met ons. Zodat het ook goed kan gaan met onze onderneming. Als je een klein bedrijf hebt en het gaat niet goed met de ondernemer. Is de kans heel groot dat het ook niet goed gaat met de ondernemer. Als, de, als het goed gaat met de ondernemer is er nog niet eens de garantie dat het goed gaat met de onderneming. Het is niet makkelijk om een succesvol bedrijf te bouwen. Maar het is bijna garantie dat als het niet goed met jou gaat, dat het ook niet goed zal gaan met je business. Dus, begrijp dat jij, en ik kom hier zo meteen op terug, maar dat jij de meest belangrijke persoon bent in je business. Ik zit een mooie uitspraak van Dean Jackson, is treat yourself like a million dollar racehorse. Treat yourself like a million dollar racehorse. Wat bedoelt hij hiermee? Stel je voor dat jij een racehorse zou hebben. En dat die racehorse, die kan, als hij de race wint, verdient hij miljoenen voor jou. Dus er wordt allemaal op gegokt, op gewet. En als die wint, dan verdien jij miljoenen, want jouw racehorse is gewoon ja, de racehorse die je gewoon ervoor zorgt dat, dat alles voor jou gaat veranderen. Hoe zou je die racehorse behandelen? Zou jij ervoor zorgen dat die racehorse stressed out is? Zou jij negatief tegen die racehorse gaan praten de hele tijd? Zou jij die racehorse um, ervoor zorgen dat hij niet voldoende slaapt? Zou jij de voeding die die racehorse krijgt... Zou jij gewoon het goedkoopste voeding van de goedkoopste voeding? Zou jij ervoor zorgen dat hij uh, dat in een omgeving is... waar hij gewoon niet echt relaxed is? Of zou jij alles eraan doen... zodat die racehorse er lekker in zit... en zodat die racehorse voor jou... ...en voor alle mensen die erop werden... ...het allerhardste kan rennen... ...en rennen, zeggen we dan... ...rent een paard. Nou ja. Uh, um, en... Uh, ...galoppeert. Weet je, daar doe je alles aan. Maar wat doen we vervolgens bij onszelf? Wat doen we bij onszelf? Bij onszelf... ...we zijn stressed out, we werken knetterhard... ...we doen alles mezelf. Um, nee... Jij bent die million dollar racehorse. Een potential million dollar racehorse. Misschien wel een potential billion dollar racehorse. Oké, okay, een paardrent, dankjewel. Ik zie de chat. Dus jij bent de potential billion dollar of million dollar racehorse. Behandel jezelf dus ook zo. Jij bent de meest belangrijke persoon in je onderneming. Dus, als je dit begrijpt wat ik nu ga vertellen... en dit ook gaat toepassen... Voor de lange termijn, dan ben je in staat om een business te creëren. Wat ik ook al zeg, maak van je business je blessing. Dat je business een blessing voor je wordt. Wat ik zie, is de meeste ondernemers die zijn niet bereid om dit te gaan doen. Omdat ze bepaalde overtuigingen erover hebben of omdat ze überhaupt er niet over nadenken. Ik had vorige week een gesprek met twee ondernemers en die zaten zo in hun business. Die zaten zo in hun business. Die werken 60, 70 uur per week. En werken met een mannetje of acht of zo. Uh, doen het al 10, 15 jaar. Het was ook nog het was een koppel. Ze horen bij elkaar. Ze zijn met elkaar getrouwd. Nemen misschien één weekend per jaar vrij. En zaten zo in hun business. En ik merkte aan alles. Dat die business alles voor, voor hun was. Maar niet per se op een leuke manier. Zo leuk vonden ze die business niet. Maar ze waren gewoon gewend om altijd hard te werken. En business altijd op nummer 1 te zetten en hun relatie en alles ze dachten daar niet eens over na ik kon er vragen over stellen maar er was niet eens een optie in hun hoofd dat er een mogelijkheid was dat ze ook daadwerkelijk nog een relaxed fijn leven zouden kunnen leiden, leiden, leiden. <coughs> extreem voorbeeld heel 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 veel ondernemers die denken niet bij na bij het volgende wat ik nu uh, met je ga delen en dat is dat je structureel je business moet aanpassen naar jouw en niet andersom. Dus je moet je business aanpassen naar jou en niet andersom. Wat we allemaal doen, of wat veel van ons doen, is dat we onszelf helemaal aanpassen naar de business. Dus ik, een voorbeeld, je verkoopt één op één bijvoorbeeld. En je wordt veel succesvoller. Ja, dan heb je minder vrijheid. Want je bent jezelf aan het aanpassen. Ik werkte eerst 30 uur per week, nu 60 uur per week, want ik ben succesvoller. Ik moet meer uren verkopen. Weet je, dan ben je jezelf aan het aanpassen naar je business. Of, hé, hey, mijn business is een beetje aan het groeien en ik doe mijn e-mail support. En um, ja, hoe harder ik groei, hoe meer e-mails ik moet beantwoorden. Dan pas je jezelf weer aan naar de business. Of, um, nou, whatever, dat, dat soort voorbeelden. Dus pas je business aan naar jou en niet andersom. De, de meeste van ons zijn constant onszelf aan het aanpassen naar de business... en dan vragen we ons op een gegeven moment af, waarom zijn we zo moe? Waarom heb ik niet meer die ideeën? Waarom ben ik niet meer zo creatief? Waarom vind ik mijn business niet meer zo leuk als het voorheen was? Heel simpel, je bent jezelf structureel aan het aanpassen naar je business en niet andersom. Ik neem een slokje van mijn thee. Laat eens even weten in de chat zeg maar wat je gedachten hierover zijn. Dus wat zijn je gedachten hierover? Ben je aan het leren nu? Dan krijg je inzichten? Heb je zoiets van oké? Okay. Laat het even weten in de chat. Neem ik een slokje van mijn thee. Daya zegt een paar drent ook. Ja, eigenlijk al gezegd, een uh, fantastische vergelijking met de Million Dollar Racehorse. Nini zegt het is dus een wijze les. Um, Leonie nog even over dit organogram: blijf, blijf fantastisch om te zien als deze in beeld komt. Um, Irene zegt klopt. Zeker aan het leren, zegt Pamela. Um, dat is mooi. Diana zegt: ik weet dat het nodig is, maar tegelijkertijd ben ik nog zoekende naar hoe dan. En daar kom ik zo meteen op. Um, Etienne, een prachtige naam heb jij, Etienne. Etienne Fortado Frere, Semedo Morera. Nice. Uh, Rien zegt dat het lekker bevestigd zo fijn om te horen. grote uitdaging, Annemarie. Inzicht zegt Casper. Zet alles weer even op scherp, zegt Annemarie. Daar is dat ik ben bezig, omslag. Ik ben met deze omslag bezig, vrij recent, dus mooi om bevestiging hierin te krijgen. Confronterend zegt Tetsia. Jos zegt ik krijg inzicht, want dit was mijn struikelblok. Dank je, zegt Etienne, Furtado, Freire, Semedo, Morera. Um, Johan zegt: Mijn eerste stap aan het ondernemen. Dank dat ik hier aan mee kan doen in deze masterclass. Aan <laughs> zegt: Ja, het is makkelijk om je te vergel... Uh, wacht, ik ga het snel met die chats even kijken: Vergalopperen in je drukte en uh, te zien als succes. Vergalopperen. Um, van binnen naar buiten werken, zegt Lafina. Goed zijn in het vinden van goede mensen om je heen, dat is key in een bedrijf. Zeker. Even kijken, er dus heel veel um, comments. Dus uh, helemaal top. Oké, okay. dus. Tip als je een public speaker bent: de fout die ik net maakte, dat ik tijdens een zin een slok neem. Als je een public speaker bent, je geeft webinars, on stage, wat dan ook. En je wil wat drinken, en ik wil gewoon wat drinken, omdat ik gewoon: dit is mijn live, dus ik doe gewoon mijn ding. Maar, en je wil wat drinken, is dat je een punt maakt of je zin afmaakt. Iets, het liefste waar mensen een beetje over na kunnen denken. En dat je dan een slokje van je drinken neemt. Even een tipje tussendoor. Oké. Okay. Ehm. Um, dus we weten nu van oké, okay, het kan vrij belangrijk zijn als je vrijheid wil hebben en je wil je business expanden en je wil meer geld verdienen en meer vrijheid hebben um, en meer, meer mensen bereiken en bigger impact hebben en iets creëren wat doorloopt ook als je zelf even niet aan het werk bent, dat het gewoon belangrijk is om een goed team om je heen te hebben. Dan is natuurlijk de vraag, hoe dan? En ik ga in deze masterclass niet zeggen, oh je moet naar deze website en daar moet je een oproep plaatsen of je moet dit in je oproep zetten of wat dan ook. Ik ga je een iets groter idee geven hiervoor. Want dan kan je precies vertellen hoe dan. Van dit doe je, dit en dit, dit doe je het. Um, maar daarmee ga we nog steeds de oorlog niet winnen. Ik wil je een, iets meegeven vandaag wat extreem, extreem, extreem belangrijk is. Want als je dit niet goed begrijpt, en wat ik zeg, heel veel ondernemers begrijpen dit niet goed. Dan kun je nog zoveel groeien met mensen. Maar hoe meer je dan groeit met mensen, hoe minder vrijheid je hebt. Dus je hebt qua vrijheid. Je kunt bijvoorbeeld meer verkopen van hetgeen wat je geen vrijheid geeft. En dan heb je minder vrijheid. Bijvoorbeeld één op één. Um, maar hetzelfde, je kunt meer mensen in je team hebben. Omdat je denkt dat geeft me meer vrijheid. Maar als die mensen niet bij jou kloppen, heb je wederom minder vrijheid. Dus wat ik nu ga uitleggen is, is echt cruciaal. En dit hoor je bijna niemand vertellen. Dit hoor je bijna niemand vertellen. Wat mensen zeggen over het algemeen is, oh je hebt bepaalde taken en dan moet je uitbesteden, punt. Of je moet iemand vinden die dat kan doen, of je moet iemand vinden die er goed in is, of wat dan ook. Of je moet een virtual assistant of wat het ook maar is. Maar ze vergeten hetgeen wat het meest belangrijk is. En dat is het volgende. Ik heb een keer een, uh, een interview gezien van uh, Fresco. En Fresco was bij uh, Fresco is uh, een Nederlandstalig artiest um, en uh, een briljante gast en hij had een, een driedaagse met uh, of niet een driedaagse moet je mij horen een 24 uur met Theo Maassen dat is zo'n programma op tv 24 uur met en uh, Fresco is een extreem creatieve gast en is niet een gast die heel standaard is zeg maar dus Volgens mij, als ik hem een klein beetje inschat, is hij best wel op een bepaalde manier intens. Iemand met veel gevoelens, veel emoties. Um, heel sterk is hij. Um, dus, dus niet een standaard persoon dat heel gestructureerd is of wat dan ook. En hij begon te vertellen over zijn vriendin. En hij zei het volgende over zijn vriendin. En dat raakte me toen. En dat is bij me blijven hangen. Hij zei. Mijn vriendin waardeert dat ik een moeilijke denker ben en dat is bevrijdend. Dus mijn vriendin waardeert, keyword waardeert, dat ik een moeilijke denker ben en dat is bevrijdend. Waarom vertel ik dit? Waardeert dat ik een moeilijke denker ben. Misschien ben jij ook anders dan anders. Misschien ben jij creatief of ben je een beetje intens of ben je impulsief of ben je... Whatever it is. Ben je anders dan anders? Als jij gaat werken met mensen, en hopelijk ga je natuurlijk werken met mensen, want ja, uiteindelijk is dat de game. De game is dus dat je met mensen gaat werken in je team, met je klanten, dat soort dingen, om uiteindelijk te groeien. Als jij gaat werken met mensen, zijn er in mijn beleving, ik heb gewoon drie categorieën, drie levels. En het eerste level is als jij impulsief bent, creatief bent, intens bent. Um, Whatever ook maar bent, zeg maar. Dan zal het laagste level van mensen met wie je gaat werken, die zal het volgende willen doen. En dus het eerste level. Die zullen willen dat jij gaat veranderen. Dus als jij die ondernemer bent met al die ideeën en alles, je team, als het niet de juiste match is voor jou, zal jou misschien bepaalde feedback geven of willen dat jij gaat veranderen. Die zullen misschien zeggen, ja, ik heb een behoefte aan om elke week op dinsdag om 12 uur met jou een soort van meeting te hebben over wat we aankomende week gaan doen. Of wat ik heb van jou nodig, dat we een bepaalde visie hebben voor de aankomende drie maanden, zes maanden, een jaar. Want dan, dan kan, daar, daar functioneer ik goed op. Of wat ik van jou nodig heb is dat je, of wat we misschien wat minder moeten doen is dat. Want ik zie dat je ene week zeg je dit, en de andere week zeg je dat. Dus, dus whatever. Als je daarmee gaat werken, mensen die jou willen veranderen. Hoe lang gaat dat goed, denk je? Hoe lang gaat het goed dat je met mensen om je heen bent die willen dat jij gaat veranderen? Of het nou je klanten zijn of je team, maar ik heb het nu even over je team, dat je team zegt van oké, okay, Ilko of weet je, wie het maar is, wie jij bent, wat je naam maar is. Um, ja, dit werkt niet. Je, je moet veranderen. En dit kan ook zijn dat dit bijvoorbeeld je vrienden zijn. Die vinden dat de manier waarop jij bent, niet eens doet, maar de manier waarop jij bent, dat je moet veranderen. No way dat dat gaat lukken. Misschien pas je jezelf even aan, maar dat gaat me gewoon niet worden. En als je dit blijft doen, succes met je burn-out. Dat je jezelf helemaal gaat aanpassen naar mensen om je heen. Ik kreeg een tijdje geleden kreeg ik echt een heel bijzonder inzicht. En dat inzicht is, er zijn iets van 7,7 miljard mensen op de wereld. 7,7 miljard mensen over de hele wereld. Wat wij heel veel doen, is wij ontmoeten een persoon. Kan je partner zijn? Kan iemand in je team zijn? Kan een klant zijn, kan een vriend zijn, kan je buurman zijn. Kan je vader of moeder zijn, of het kan je neef zijn, het kan, het kan een persoon zijn. En op basis van die ene persoon uit 7,7 miljard mensen, omdat die persoon iets vindt of iets wil, gaan wij onszelf helemaal aanpassen. Dus één persoon uit 7,7 miljard mensen, die, zit, die is in ons leven en wij gaan onszelf helemaal aanpassen. Of een klein beetje aanpassen. En dan is een andere persoon. Pas me weer een klein beetje aan. Andere persoon. Pas me weer een klein beetje aan. Voordat je het weet. Vraag je af. Wie ben ik nou eigenlijk echt? Of waarom. Waarom stroomt het allemaal niet meer? Dus het eerste level is mensen die willen je veranderen. Good luck with that. Als ik met iemand ga werken. En die zegt van ah Ilko. Je moet dat en dat en dat aanpassen. In de manier waarop jij werkt. Of in de manier waarop jij bent. Good luck. En ze hoeven het niet op die manier te zeggen. Maar als ik het ook maar een klein beetje voel. Wordt het niet. Dus als ik even mijn eigen voorbeeld, als ik iemand... Um, ik neem iemand aan voor creative, bijvoorbeeld, voor een, een ding in mijn business. En die moet een, een bepaalde taak moet uitvoeren. En um, ik gooi iets over de schutting. Zeg van maar, oké, okay, dit moet gefixt worden. En ik noem wat, er moet een... Uh, maakt niet uit, er moet iets, iets gedaan worden. En dan vervolgens... Um, ik had een tijd geleden met iemand... Die, uh, die stuurde dan terug of ik dan misschien even deze en deze, deze dingen nog even kon doen, zeg maar. Want dat werd voor, dan werd het voor hem wat makkelijker. En uh, ik denk, ja, maar zo zijn we niet getrouwd. Weet je, we zijn niet zo getrouwd dat ik iets aan jou geef, dat je vervolgens aan mij nog drie taken geeft. Nee, mijn taak is, ik ben een werkgever, ik geef werk aan jou. En voor mij was dat heel conf confronterend, maar gewoon niet op een slechte manier van, wauw, ik ben zo niet meer gewend... Om, om te werken met mensen dat als ik iets geef, dat ik vervolgens iets terugkrijg, dat ik meer werk terugkrijg, zeg maar. Dat, dat, dat ben ik al, weet ik wel, 15 jaar of zo niet gewend. Het is gewoon een, een, een complete no-go. En um, dus of ik dan, ja, ja weet je, en no way. Het is gewoon geen optie. Anyway, veranderen. Doen we niet. Dus daar nee eens mee beginnen. Tweede level is accepteren en tolereren. En deze is heel gevaarlijk. Die eerste, weet je, als mensen ons om ons heen, ons willen veranderen in ons team, zeg maar, dat gaat nooit lang lukken, weet je? Dat gaat gewoon nooit lang lukken. Maar, dan heb je het tweede Deze is gevaarlijk. Deze is echt gevaarlijk. En dit is waar heel veel ondernemers mensen om zich heen hebben. Is de mensen die maar accepteren dat ze zo zijn of tolereren dat ze zo zijn. Dus jij bent creatief, je hebt al die ideeën, jij bent wie je bent. En ze accepteren maar dat je zo bent. Dus ze accepteren maar van: oké, okay, ja, oké, okay, het, 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 uh, het is. Het is als het is zoals jij bent, zeg maar. Het is, is wat het is. En je voelt wel van: ah, ze vinden het niet helemaal cool dat ik dit doe of dat doe of dat doe. En uh, ze voel, het voelt dat ze me accepteren. Ik had een tijd geleden gaf ik een seminar. En het bijzonder verhaal is dit. En er was een uh, deelnemer, Daniel. En Daniel, in die drie dagen, gebeurde iets heel bijzonders. Hij, op dag één, deelde hij iets heel kwetsbaars. En hij deelde iets waar heel veel mensen over kunnen oordelen. En, um, Over een verslaving van hem. En er zaten 400 man in die zaal. En um, hij deelt dat ding over zijn verslaving. En heel veel mensen kunnen daar dus iets van vinden... over dat type verslaving, om het even zo te noemen. En... Um, dat was op dag één. Maar dag twee, en op mijn seminars is het gewoon: de, de vibe is super relaxed, non-judgmental. Het is gewoon echt fijn, zeg maar, om dat te zijn. Dus hij kwam ineens in een omgeving van honderden mensen die allemaal naar hem keken. van... Hé, hey man, weet je, tof dat je er bent. En, um, en weet je, gesprekken met hem, voor hem voor het eerst was het een ervaring van: wauw, ik. ik ...mensen houden van me, gewoon zoals ik ben. En ik heb gewoon mijn slechtste dingen heb ik geuit... ...en mensen houden nog steeds van me. Aan het eind van die drie dagen... ...komt hij weer aan de microfoon. Zat op mijn YouTube kanaal ergens. En... Um, ...zegt hij op een gegeven moment... ...zegt hij van... ...ja, ik wil even iedereen bedanken en... Um, ik, ...ik wil iedereen bedanken... ...dat jullie mij... ...tolereren. Zei hij. En wat je daarmee zegt over jezelf is natuurlijk heel wat, alsof je ten last bent, alsof je lastig bent, alsof je niet gewild bent of wat dan ook. Ik weet niet of je dat zou tolereren of accepteren, maar één van die twee woorden zei hij. Waarop ik zei van, yo, Daniel, even voor de duidelijkheid, wij accepteren jou niet, wij waarderen jou. En dat moet je willen. Je wil zijn met mensen die jou waarderen voor wie je bent. Leuke side note. Daniel, letterlijk, ik heb hem. Ik kan het je laten zien. Omdat hij zo um, so real was, om het even zo te noemen. En omdat hij zijn echte kant liet zien, zeg maar. Um, en omdat hij gewoon een mooi mens is. Letterlijk, dit is, dit is 22 minuten voordat deze uh, masterclass is begonnen. Daniel, super mooi man, die video. Het is echt grappig. dus ben vanochtend aan het werk. En, uh... Dus ik, ik letterlijk minu 22 minuten voordat uh, deze masterclass begon, stuur ik hem een voice note. Um, waarom? Omdat hij nu een onderdeel van mijn team is, al een lange tijd. En um, ik waardeer hem, en hij waardeert mij. En dat is het level waarop je wil werken. Weet je, dat is het level waarop je wil werken. Niet dat mensen je tolereren of accepteren voor wie je bent, maar dat mensen je waarderen voor wie je bent. En dat ze begrijpen hoe je bent, en dat dat helemaal oké okay is hoe je bent. En als je dat kunt hebben, moet je je voorstellen dat je allemaal mensen om je heen hebt. die jou 100% waarderen voor wie jij bent. en ook jouw creative things waarderen. en niet dat stom vinden of wat dan ook, maar gewoon begrijpen van. ja, maar dat is hoe Ilko is. of dat is hoe hij is. of zij is of wat dan ook. Dat is wanneer er magic ontstaat. voor jezelf en in je business en in je leven. Dat je niet. Ah, dat, dat nare gevoel van. Oh shit, ja, mijn team. of dit of dat. of ze willen dat ik zo. Nee, ze vinden je gewoon cool. Ze houden van jou. Jij houdt van hun. It's all good. En zij begrijpen het als jij linksom wil of rechtsom wil. of morgen linksom wil en volgende week rechtsom wil. omdat het beter voor jou is om rechtsom te gaan, bijvoorbeeld. Betekent dit dat ze alleen maar ja en amen zeggen? Nee, tuurlijk niet. Als zij bijvoorbeeld. Ik wil dat mijn team, als ze, als ze zien dat ik keuzes maakt die gewoon niet slim zijn. Dat ze zeggen, yo, is het wel slim? Want ik denk dat zo en zo beter is. Dat wil ik. Dus ik wil niet alleen maar ja knikkers, maar ik wil wel dat ze mij waarderen. En guess what? Ik wil ook dat ik hun waardeer. Weet je, op dat level wil je gewoon spelen. En dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Als jij werkt met mensen die jou tolereren. Good luck, want dat hou je best wel lang vol namelijk. Maar dan hou je vol met iemand te werken die jou niet volledig waardeert, of als je werkt met mensen die jou veranderen, ja, gaat natuurlijk helemaal niet worden. Dus zorg ervoor dat je hiervoor in tune bent als je met mensen werkt, dat je dat gevoel bij ze krijgt. Dat je het gevoel bij ze krijgt dat ze gewoon, dat het eigenlijk van nature dankbare mensen zijn. Een van de beste vragen die je kunt stellen. In een, uh, in een sollicitatiegesprek is de vraag waar heb je een hekel aan? Dus waar heb je een hekel aan? En als ze binnen een seconde antwoorden hebben, oh, daar heb ik een hekel aan, en daar kan ik niet tegen en daar heb ik een hekel aan, moet je gaan opletten. Maar als ze het echt heel moeilijk vindt, hmm, waar heb ik een hekel aan, dat ze gewoon bijna niet op kunnen komen waar ze een hekel aan hebben, ga je al de juiste richting op. Dus eigenlijk moet je willen werken met dankbare mensen. Mensen die van nature uit gewoon dankbaar zijn, blij zijn, goede vibes hebben. Ik heb het nog niet eens over skills. Als ik kijk naar de mensen in mijn team... Ik, 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 ik kan allemaal voorbeelden noemen van mensen die nu ook in business net succesvol zijn, die bij mij zijn begonnen in mijn team. Als stagiair of gewoon als freelancer of wat dan ook. Die begonnen zijn met een simpele taak. Vertaling doen of iets van teksten schrijven of super whatever. En die gewoon stukje bij beetje, omdat zij als persoon gewoon echt heel cool zijn. En natuurlijk ook gewoon slim zijn, dat is belangrijk. Dat ze gewoon zich door kunnen ontwikkelen. Dus ik zeg altijd attitude first and skills later. Als de attitude goed is, als ze van nature uit een goede attitude hebben, dan kan ik alles met ze. Als die ook maar een klein beetje niet goed is, maar zijn skill is wel goed, dan kan ik gewoon niet zo heel veel mee. Dus waarderen is het level waarop, waarop we de game willen spelen. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Ik claimde in deze masterclass van oké, okay, dit zorgt ervoor dat je business winstgevender gaat worden. Als je kijkt naar business, de echte winst zit in de lange termijn. Dat je lange termijn met mensen kunt gaan werken. En dat als jij moves wil maken in je business, dat je dat snel kunt gaan doen. Waarom? Omdat je team uh, lang al met je werkt en, jou, en met jou kan lezen en schrijven. Precies weet hoe jij werkt en hoe ze snel kunnen gaan schakelen. Als je lange termijn met mensen werkt en die mensen die zitten op level en ze kennen jou door en door en door, dan heb je vaak aan één woord genoeg of soms heb je aan geen woord genoeg. Wij maken wel grappen in ons team dat, ik er, dat het mijn eis is bijna. Dat ik wil dat ze mijn mind kunnen readen. En dat ik soms teleurgesteld in ze ben als ze niet mijn mind hebben kunnen readen. En dat zeggen we dan gekscherend in de, in de WhatsApp. Dat als ik wil dat ze iets doen. en ik denk dat ik dat heb gezegd. en zij zeggen: joh, dat heb je helemaal niet gezegd. dat ik dan tegen hen zeg: joh, ja, dan moet je maar mijn mind lezen. En dat zeggen we gekscherend. Maar. dat is wel het ultieme. Dat, dat je team bijna precies weet wat je denkt. of hoe je denkt. En. Um, en daar. Um, ja, daar stappen in kan zetten, zeg maar. Dus ik zeg één woord genoeg of geen woord genoeg. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld een seminar geef. Hier zie je een seminar mannetje 400. In, uh, in een Novotel. En dan moet je je voorstellen, dit, dit was 2019, was dit, of 2020. Begin 2020, voor, uh, voor COVID. Ik doe een seminar en ik doe niet heel veel seminars. Ik doe één, of ik doe eens per kwartaal, doe ik bijvoorbeeld een seminar. Dus het is niet dat dat de hele tijd doorgaat. En voor zo'n seminar heb je best wel een groot team. Weet je, een mannetje of 15, 20 of zo, zeg maar. Wat uh, meehelpt om zo'n seminar gewoon werkende te krijgen. Van nou ja, allemaal verschillende activiteiten die ze moeten doen. Dit seminar, om even een voorbeeld te noemen. Dit seminar. Weet je, tickets worden verkocht. Er moeten van die dingen moeten uitgeprint worden. Van die, van die dingen die je om je nek krijgt. Uh, audio, video. Um, alles. Alles moet geregeld worden. Dus er komt gewoon heel veel bij kijken. Dit seminar heb ik in totaal... totaal... zeven minuten aan voorbereiding besteed aan de vorm. En die zeven minuten was dat ik een voice note stuurde naar Danny. Danny die, uh, die zorgt ervoor dat al mijn seminars helemaal geregeld worden. En hij stuurt een heel team aan. En ik hoef letterlijk gewoon niks te doen... behalve zeven minuten van... hé, hey, kunnen we nog even rekening houden daarmee, of daarmee, daarmee. Of ik weet niet eens wat ik in die zeven minuten zeg. Maar dat het, ik heb niet eens een meeting gehad... ...met hem. Geen woord genoeg. Niet één woord genoeg, maar geen woord genoeg. Zeven minuten dan, zat al wat woorden in. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Moet je nagaan hoe stressvol het is om een seminar te geven... ...als je alles zelf wil gaan doen. Dat je alles zelf aan het regelen bent en met die contact. Ik weet niks over die badges, dat is het woord. Over badges, ik weet niks over... Um, ik weet niks. Ik weet niks. Gewoon hoe dat allemaal wordt geregeld. Maar het wordt allemaal geregeld. Een mooie uitspraak van Dean Jackson, later overgenomen door Benjamin Hardy en Dan Sullivan, is: Who, not how? Ik denk niet na over hoe moeten we die badges doen. Hoe, als in het Engels, wie, uh, oh, dat, regelt, dat wordt allemaal geregeld. En dat creëer je als je allemaal mensen om je heen hebt die jou waarderen, die begrijpen hoe je bent en er alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat het goed met jou gaat, want jij bent de million dollar racehorse. Niet dat het gaat over die million dollars, maar. Dat begrijpen ze heel goed. We willen Ilko niet bezwaren met allemaal dingetjes. Ilko die moet fit zijn voor het seminar, want Ilko moet doen waar hij het beste in is, en dat is die 400 mensen helpen. Die hoeft niet bezig te zijn met die badges of met het geluid of met de temperatuur in de zaal. En dat bedoel ik met die lange termijn. Als je lange termijn met mensen werkt, zijn dit soort dingen gewoon heel makkelijk om te realiseren. Kan ik letterlijk een voice sturen van... yo, Danny, we gaan uh, op uh, zoveel en zoveel ...wil ik een seminar doen. Zou je het willen regelen? Yo, komt voor elkaar. Oké, okay, ik wil 600 man. Oké, okay, cool. Bijvoorbeeld. En dat is hoe je stappen kunt gaan maken. Maar ja, dat is allemaal leuk en aardig, Ilko. Waarschijnlijk even een teetje, in, hoor. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, oké, okay, ik weet nu waarom het belangrijk is. Ik weet nu ook um, wat er belangrijk is. Dus dat de mensen met wie ik werk, dat die op level moeten zitten. En dat ik niet het gevoel moet hebben dat ik mezelf moet gaan aanpassen. Maar ja, hoe dan? Hoe vind je die mensen? En ook daarbij denk je nu misschien van oké, okay, ik hoop dat heelke gaat zeggen, je moet naar die site en dan moet je deze oproep plaatsen en deze woorden moet je gebruiken. En dit dat, dat. Um, nee, ga ik niet doen. Nogmaals, even teruggaan. Als je gaat groeien en je hebt verkeerde mensen in je team, ja, kunnen ze groeien, minder vri vrijheid. Ik kan je nu precies vertellen waar je moet gaan, wordt het hem ook niet. Wat belangrijk is, wat belangrijk is als je die A-players wil hebben, en ik vind die uitspraak, mijn hele spel veranderd gewoon in 2008, toen ik deze uitspraak hoorde van Eben Paken: C-players make A-players B-players. C-players make A-players B-players. Je mag dus nooit een C-player of eigenlijk ook geen B-player in je team hebben. Je wil alleen maar werken met A-players. Maar hoe vind je die? Vind je die op Monsterboard? Vind je die op freelance.nl? Vind je die op de carrièrebeurs? Waar vind je die? En daarom zeg ik niet: van oké, okay, daar vind je die, want er is geen garantie dat je diegene vindt. Wat je moet willen als je dit wil hebben, mensen om je heen die je gaan ondersteunen naar veel meer vrijheid, think long game. Think long game. Denk lange termijn. See the big picture. Ga nadenken over een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar. Wat zie ik voor me? Wat zou voor mij ultiem zijn in mijn business? Hoe zou zeg maar dat organogram... Hoe zou die eruit zien? Oké, okay, Ik sta aan de top, maar wat zouden we allemaal kunnen doen in onze business? En wat zie ik allemaal voor me? Misschien wil je een sales team bouwen, maar voel je nu nog niet dat je dat op korte termijn moet doen. Maar weet je wel, over een jaar zou ik het heel vet vinden als ik twee of drie of vier man heb die mijn webinars gaan nabellen. Of die één op één sessies gaan doen of wat dan ook. Dat lijkt me echt heel tof. Maar voor nu is dat misschien nog een iets te korte dag. Maar over een jaar misschien, of over twee jaar, drie jaar, misschien over vijf jaar, wat dan ook. Als je dat al weet, als je dat al weet, dan moet je daarvoor nu al je voelsplitten gaan activeren. Dus activeer daarvoor nu al je speed. Ik was een paar jaar geleden was ik in uh, Moskou met een vriend van mij, Damian. En wij zitten op zo'n rooftop, terrace, zijn we een drankje aan het doen. En die ober, jonge, frisse gast van de jaren 18, 20, wat dan ook. we merkten gewoon in hem hoe proactief hij was, hoe relaxed hij was. Er was een bepaalde golflengte waar hij op zat. Waarvan we beide zien shit, dat is echt een goede gast. En um, dus hij helpt ons. En op een gegeven moment zei, Yo, what's up? Hoe is hij Ja, dit, dat. Ik, uh, hij zei, where are you from? Ik zei, ja, van Amsterdam. Hij zei, oh, ik woon in Amsterdam. Ik zei, hum. En hij kwam dus uit Duitsland... ...maar hij woonde in Amsterdam. Hij studeerde in Amsterdam. En um, wat we, de meeste van ons doen... ...is, oh, leuk praatje. Nou, doei. Ik zie in hem van... ...shit, zo'n gast. Hoe die man zich hoe die man beweegt. En bedoel ik niet fysiek beweegt... ...maar gewoon hoe hij... ...how he carries himself. Hoe hij is. Sociaal gezien... Gewoon alles. Het klopt gewoon. Zo'n gast is heerlijk om te hebben in je team. Dat voel je gewoon. Dat is gewoon echt fijn om zo'n man om je heen te hebben. Zo'n jong om je heen te hebben. En dus, voor mij is dan een hele logische vraag. Um, als je stage wil lopen. of als je een bijbaan wil hebben, wat dan ook. Ik sta overal voor open. Ik heb meerdere bedrijven. Misschien kunnen we iets voor jou bedenken. Let me know. Hij zegt: Oké, okay, ik geef mijn, ik geef mijn, uh, mijn e-mailadres. En vervolgens kijken hoe die reageert. Nou, avond krijg je mailtje: oké, dat is alweer een, een test, zeg maar. Van oké, dit is gewoon goed. Die gast die klopt gewoon. En met hem contact onderhouden. Uiteindelijk heb ik niet, want mijn idee was om in Duitsland te expanden. En dat hij dan misschien daar stappen in zou kunnen zetten. Dat idee heb ik nog niet. Maar hij staat op mijn, ik noem het mijn virtuele bank. Waarom staat hij op mijn, zit hij op mijn virtuele bank? Omdat ik mijn voelsprieten heb geactiveerd voor talent always. Altijd. Overal waar ik kom, als ik voel van... hé, hey, dit is echt een potentieel talent. En die talenten die zitten vaak... weet je, de sweet spot is echt... als je ze jong kunt krijgen. Weet je, als je kijkt naar Ajax. Ajax gaat ook niet op zoek naar... 33-jarige talenten. Die staan niet aan het scouten, zeg maar, bij... bij een of andere club, zeg maar... om te kijken of ze nog een 33-jarige talent kunnen vinden. Nee, je wil ze hebben eigenlijk... als ze 16, 17, 18, 19, 20 zijn. Mag je niet zeggen, publiekelijk... want dat is... Dat is um, Discriminatie tegen mensen die misschien ouder zijn. En ik zeg helemaal niet dat je niet met mensen moet werken die uh, ouder zijn. Wat ouder maar betekent. Maar er is een bepaalde magic. Vooral vandaag de dag. Als die jonge lui. shit. die kunnen alles. Die kunnen alles. En als ze het niet kunnen, dan gaan ze naar Google en dan kunnen ze er ineens. Is gewoon magic. Dus activeer je voelsprieten voor talent. Al overal waar je komt. En niet dat je de hele tijd moet aardigen, oh, waar is talent, talent, talent. Je voelt het wel. Je ziet wel dat iemand van wauw, die is echt heel fijn in de omgang. Die gast of die dame, die is op level. Um, het voelt gewoon van als je zo iemand in je team hebt, dat zou gewoon goed voelen. Ga je weer terug naar je organogram. Misschien heb ik nog steeds die ambitie om de Duitse markt te gaan veroveren. En is hij bijvoorbeeld iemand die ik daarop zou kunnen inzetten over twee jaar, of over een jaar of wat dan ook. Wat doe je vervolgens? Regelmatig nog even contact opnemen. La let letterlijk laatst. Um, <laughs> dit is echt grappig. Ik heb hier een podcast over opgenomen. Ik weet niet meer welke, welke episode het was. Ik. Um, wij hadden uh, boodschappen besteld bij uh, Albert.nl. En um, komt een dude die komt de boodschappen uh, bezorgen. En op dat moment, wij wonen aan het water. En het was vorig jaar in de, in de winter, was dit. En op dat moment um, liep ik. beetje liep ik in mijn badjas naar het water ging ik in het water, in het koude water en weer uit het water. En toen liep ik naar binnen en toen was hij toevallig um, boodschap aan het bezorgen. En hij zag dus dat ik um, net uit het water was gekomen, uit het ijskoude water. En de, hij ziet dat, maar ik, 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 ik spreek even tien seconden met hem... maar ik voelde direct aan hem van, hé hey man, goede, goede vibe heeft die gast. Maar niet veel meer dat, 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 want het was knetternat en ik wilde, wilde gaan douchen. Ik wilde warm douchen, het was veel te koud. Maar even ging het door me heen van, oké, okay, die gast is een... Die heeft een goede vibe, maar nog niet die connectie gelegd. Oh, die moet voor me gaan werken, wat dan ook. Maar het ging even door me heen. Ik ga douchen, alles, boodschappen worden, worden uh, afgeleverd. Uh, prima. Anderhalf uur later of zo, ik kijk en ik zie ineens een briefje, een blaadje zie ik op de grond liggen. En ik pak dat blaadje op en ik zie het blaadje en er stond opgeschreven: Breath van James Nestor. Dat is het enige wat erop stond. Breath van James. Dankjewel, Faisal. Breath van James Nestor. En ik zal zo meteen een podcast. Uh, uh, dankjewel, Faisal. Faisal, je bent een, uh, een, um, een talent. Uh, en Bob natuurlijk ook. Zie um, ik in de chat. Dus breath van from James Nestor. En um, dat is het enige wat erop stond. Niet zijn naam of wat dan ook. En toen op dat moment uh, heb ik dus een podcast opgenomen. Waarin ik met de titel Ik heb een talent misgelopen of ik ben een talent misgelopen. Podcast episode 319. Dus als je episode 319 van mijn podcast luistert, ben ik, ben ik letterlijk ben ik een podcast om te opnemen en dit is hoe ik mijn podcast opneem. En uh, ik ben een talent um, misgelopen. Dus ik vertel over dat ik eigenlijk het hele verhaal wat ik vandaag vertel. En ik vertel over dat ik uh, dat die gast, dat briefje, en vervolgens geen afzender. Ik weet niet wie hij is. Dus die gast, die gaat belangeloos... ...geeft hij dat... Uh, doet die, ...rijdt hij terug naar mijn huis... ...schrijft hij op een briefje Breath van James Nesson... ...want dat gaat over breathing. En breathing is een belangrijk onderdeel als je in het koude water gaat zitten. Dus die... ...er was voor hem geen enkel... ...benefit... ...om dat aan mij te geven, dat briefje. Maar hij deed dat toch. Dus ik denk, ja, ik ben een talent misgelopen. Terwijl ik die podcast opneem... ...of een podcast daarna voor mij de podcast daarna. Ik ben aan het opnemen. En ik loop in een andere buurt bij ons. Gewoon een paar kilometer van mijn huis. En ik zie zo'n grote Albert.nl-bus, zie ik. En ik ben aan het opnemen terwijl ik die podcast aan het opnemen ben. Dus je moet dan ook episode 320 of 321 checken of zo. Um, zie ik zo'n Albert.nl-bus. En ik zie hem zitten en ik loop naar hem toe. Terwijl ik de podcast aan het opnemen ben. Ik zeg, yo man. Je had het briefje gedaan, niet? Ja, ja, ja. Ik zeg, geef me je gegevens, want... En volgens via de e-mail best wel veel contact. Hij wilde misschien wel sales bij me doen, dit en dat. Is er op dat moment niet van gekomen, maar nog steeds, weet je, we, hou, we onderhouden contact. Hoe kan dit? Omdat ik mijn voelsprieten uh, voor talent aan heb staan, zeg maar. En op die manier um, ja, kunnen er bijzondere mensen op je pad komen. En um, kunnen er mooie dingen ontstaan. Dus hoe vind je die mensen? Activeer je voelsprieten voor talent. Doe dat op basis van je gevoel. Visualiseer waar staat mijn business over een jaar... ...of over twee jaar, over drie jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Op basis van je gevoel. Als je een talent tegenkomt, neem contact. En zeg van, maar, yo man, hoe is het met jou? Dit, dat, wat doe je? Wat zijn je ambities? Wat zijn je plannen? Mocht je interesse hebben om ooit iets samen te doen... ...laat dan je contact onderhouden. Ja, is cool. En dan vervolgens zet je ze op de virtuele bank. De virtuele bank is niets anders dan een Google-documentje. Doc en vanuit daar um, ja, kun je contact met ze onderhouden... En het beste moment om iemand aan te nemen is niet als je ze 100% nodig hebt, maar is wanneer je ze denkt binnenkort nodig te hebben. Op het moment dat je iemand gaat aannemen, op het moment dat je ze echt nodig hebt, dan neem je, maak je vaak concessies. Dan denk je, ja, ah, shit, ik heb nu echt iemand nodig, maar zo goed is misschien niet, diegene misschien niet, maar ik heb het nu echt nodig, is vaak geen goed idee. Beter vanuit abundance, vanuit overvloed, een team creëren dan vanuit scarcity, van oké, okay, ik heb het nu echt nodig. Dus dat is het in, in grote lijnen. Um, Stap 1, besef echt dat jij de meest belangrijke persoon bent in je onderneming. Stap 2, is zorgen voor dat je gaat werken met mensen die jou waarderen. En natuurlijk, wees die persoon weet je, die er ook voor zorgt dat zij zich ook gewaardeerd voelen. En dat ze lekker kunnen werken en, en dat zij ook die vrijheid hebben die jij misschien hebt. En nummer 3 is activeer je voelsplieten voor talent.